stil, hè. Nee, hij is volledig weg. Lilian van Duivenbode, woordvoerder van de politie-eenheid Rotterdam. Ja, wat is hier gebeurd? Om 2:50 vanmiddag kregen wij een melding binnen dat er 2 vrouwen waren neergeschoten op het parkeerplaats bij een winkelcentrum in Zwijndrecht, hier in het Hof van Holland. Er is een reanimatie plaatsgevonden van 1 van de 2 vrouwen, maar helaas heeft dat niet mogen baten en is 1 van de 2 vrouwen overleden. De andere vrouw is zwaar gewond met een spoedtransport overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam. En er zou sprake zijn van 1 dader en die zouden met een auto vandoor zijn. En uiteraard zijn we nu bezig met een zoektocht naar deze man. Wat gaat er nu gebeuren? We zijn nu hier op de parkeerplaats waar de forensische opsporing gaat komen. Die gaan natuurlijk sporenonderzoek doen. Er zal buurtonderzoek plaatsvinden. We zullen gaan kijken of de camerabeelden beschikbaar zijn. En zo zullen we zoveel mogelijk informatie gaan verzamelen om onderzoek te gaan doen naar deze schietpartij. Ik stond dus daar bij de Aldi, bij de ingang. En er waren dus 2 vrouwen, hadden ruzie. En was er ook een man bij. En die man hield zijn vrouw tegen. En ja, ze gingen met ruzie op elkaar afrennen en zo. En die man schoot eerst in de lucht met zijn wapen. We waren op het midden van de weg. En toen schoot hij op haar. En toen lag ze op de grond, schoot hij nog een keer op haar. Ja.